bereidt u zich voor op de vaste van Daniël. 21 dagen de Heilige Geest behagen. Vanaf 22 september tot en met 13 oktober. Mijn naam is Gislaine. Ik woon in Amsterdam-West. Voor ik naar de kerk kwam, leed ik aan depressie. Ik was verslaafd aan alcohol en drugs. Mijn depressie was zelfs zo ver dat ik 's nachts niet meer durfde te slapen. Omdat elke keer als ik ging slapen, dan had ik nachtmerries. En die nachtmerries waren zelfs zo ernstig dat ik gewoon, gewoon letterlijk zwarte vlekken in mijn dromen zag. En waardoor ik 's nachts wakker bleef. Ik ben uiteindelijk naar de kerk toegekomen. En in het begin werd mij voorgeleerd om mijn geloof te gebruiken. Maar dat ging natuurlijk ook niet gelijk. Het ging allemaal langzaam aan. Ik ben zelfs op een gegeven moment opgenomen, omdat ik niet meer kon gaan werken. Ik durfde ook niet meer naar buiten te gaan. Wanneer ik buiten liep, had ik het gevoel dat ik elke keer achtervolgd werd. Waardoor ik dus eigenlijk met spoed opgenomen werd. Het was zelfs zo erg dat mijn arts zei van, als ik niet binnen een korte periode weer normaal zou gaan slapen of weer naar buiten zou gaan, zouden ze me moeten opnemen. En dat is echt gewoon een dwangopname. Ik ging naar de kerk en ik geloofde gewoon niet dat dat mijn leven kon zijn om opgenomen te worden en eigenlijk opgesloten te worden, omdat ik zo erg depressief was. In de kerk leerde ik om mijn geloof te gebruiken en ik begon te merken dat ik 's avonds weer durfde te slapen en dat ik eigenlijk wat meer rust 's avonds had. Daarna kwam het vasten van Daniël. En dat was voor mij eigenlijk een moment dat ik echt naar mezelf ging kijken. En ik moest ook echt een beslissing voor mezelf nemen. Van, ik leefde toen in die tijd ook nog wel half in de kerk, maar ook half nog in de wereld. Maar toen het vasten kwam, besloot ik alles op alles te zetten. En ook echt te breken met bepaalde mensen met wie ik omging, waardoor ik eigenlijk nog steeds dan aan het drinken was of wiet aan het roken was. Ik verbrak alle contacten en ik ging me 100% focussen op het vasten. Ik ging naar alle nachtwakers ben gegaan. Ik stond 3 keer in de nacht stond ik op om te gaan bidden. En gewoon om God te... Op een gegeven moment zei ik van mij, God, als u me niet kan veranderen, als het zo gaat blijven dat ik elke keer weer terugval, dan hoeft het van mij ook niet meer. Ik was gewoon moe van mijn eigen leven en van mezelf. En tijdens een nachtwaken, was toen de tijd in Den Haag. Ik ging al heen met de zekerheid van dat ik alles gedaan had. Ik stond 's ochtends op, ik bad, ik vastte zowel niet eten, bidden, Bijbel lezen, geen tv kijken, wat voor mij al heel moeilijk was. Want ik kon vroeger niet slapen als de tv niet aan was. Ik had altijd geluidachtergrond nodig om in slaap te kunnen vallen. Dus tv heb ik letterlijk weggedaan. Ik heb aan mijn buurvrouw mijn tv gegeven. Dus ik had geen tv meer, ik had geen enkele afleiding. En toen de nachtwaker kwam, begon ik te bidden. En ik begon eigenlijk alleen maar te aanroepen. En ik zei gewoon van, mijn God, dit is de dag dat alles anders gaat worden. Als ik hier wegga en nog steeds hetzelfde, dan is het voor mij klaar. Dan hoef ik eigenlijk niet eens meer naar de kerk te komen. Dan heb ik echt alles geprobeerd en alles gedaan wat ik kon doen. En terwijl ik aan het bidden was, was het voor mij... Het is gewoon onbeschrijfelijk wat ik op dat moment meemaakte. Ik weet nog dat het helemaal vol was. Er waren zoveel mensen. Maar op dat moment had ik een vrede en een blijdschap van binnen wat ik nog nooit in mijn leven meegemaakt had. En het was voor mij gewoon op dat moment, het was niet zozeer emotioneel of dat ik ging huilen, maar het was gewoon een zekerheid dat ik gewoon had van, dit ken ik niet. Ik kende het niet. Ik kende die vrede niet. Ik kende die blijdschap ken ik niet. Toen ik naar huis toe ging, ik heb die avond ook zo goed geslapen. Ik heb, het was gewoon een nieuwe ik. Mensen zagen het ook aan mij, dat ik gewoon anders was. Roken wil ik niet eens meer. Als ik wiet rook, werd ik gewoon misselijk van die geur. Als ik depressie, het was er ook al niet meer. Het was gewoon een heel nieuw ik. En nadat ik de Heilige Geest ontvangen heb, durfde ik ook weer te geloven in mezelf. Ik durfde weer mijn dromen achterna te gaan. In het begin... Waar wilde ik altijd heel veel dingen voor mezelf doen, maar het draaide niet meer om mij. Op dit moment heb ik ook een eigen onderneming, waarbij ik vooral mensen help om hun dromen waar te maken. En vooral ook mensen die depressief zijn of in armoede lijden of verslaafd zijn, om dat stukje hoop aan hun te brengen. Omdat ik zoiets heb van, als God mij bevrijd heeft, is het meest logische dat ik andere mensen ook hetzelfde
ga vertellen hoe ik was. Dat ik echt een getuigenis kan zijn. En mensen om me heen zien het ook. Ze komen ook vaker naar me toe en zeggen ze van, wat is er met jou aan de hand? Je bent anders. Maar ja, dat is gewoon de Heilige Geest in mij. Die de verandering gebracht heeft. Vandaag de dag heb ik vrede. Geen depressie. Zelfs mijn arts die was verbaasd. Voor hun hadden ze mij een... Ze dachten dat 2 jaar zou duren voordat ik eigenlijk totaal weer hersteld zou worden. Het heeft, ja, in een half jaar, was ik helemaal weer de oude. Ik heb weer zin om te leven. En zoals ik zeg, ik heb mijn eigen onderneming. Maar dat alles is eigenlijk niet eens het belangrijkste. Het belangrijkste is gewoon dat ik echt het verschil in mij heb. En ook echt die vrede die drank kan dat niet geven. Uitgaan kan dat niet geven. Het is een rust en een vrede in mij wat niemand anders, in ieder geval de wereld, kan dat niet geven. En dat is denk ik wel het grootste prijs wat ik heb mogen ontvangen. Bereid u zich voor op de vaste van Daniël. 21 dagen de Heilige Geest behagen. Vanaf 22 september tot en met 13 oktober.